De bom is gebarsten in Amsterdam. De kersverse algemeen directeur Alex Kroes is per direct geschorst bij Ajax. De raad van commissarissen is zelfs van plan om de samenwerking definitief te beëindigen. Dit is een speciaal ingelaste dan-deal over de schorsing van Alex Kroes. Here we go. Xavi Simons. En hij valt er nog in. Jiménez dan toch. Gravenberg met een geweldige boeien. Belly go. Belly go. Niet Eduardo op je feestje, maar kom op geen enkel feestje. Even normaal doen. Is het done deal? Aangeschoven zijn Kai en Ruben. Mannen, top dat jullie vlak na dit nieuws naar de studio konden komen. Want Alex Kroes, er is heel veel om te doen natuurlijk. Hij is op 15 maart officieel in dienst getreden bij Ajax. We zijn nu nog geen 3 weken later en hij zit alweer thuis. Kai, ja. Wat is de aanleiding van de RVC om dit besluit te nemen? Nou ja, hij heeft op 2 augustus 2023 was zijn voorgenomen benoeming. En dat is waarschijnlijk juridische termen waar wij iets minder... Ik in ieder geval, ik weet niet hoe jij erin zit, nee, Ruud, ik zit ook maar, niet heel diep in het juridische. Iets minder verstand van hebben, maar voorgenomen benoeming. En een week daarvoor, op 26 juli, had hij nog 17.000 aandelen gekocht van Ajax. Had er al veel meer in bezit, daar komen we misschien later nog even op terug. Maar dat is eigenlijk de reden waarom hij nu thuis zit. En dat is waar het de afgelopen... Kijk, als het gisteren was gebeurd, hadden we 1 april grap verwacht. En ja. Nu... Is het 2 april en is het echt waar allemaal? Ja, en de Raad van Commissarissen heeft vooral laten weten dat het wordt beschouwd als handelen met voorwetenschap. En dus is het voornamelijk inderdaad die periode dat het zo dicht op die vooringenomen benoeming ligt, toch? Want inderdaad, hij had al meer aandelen van de periode ervoor en dat werd niet als een probleem gezien, toch? Nee, uiteindelijk wist hij op dat moment, wist hij bij die eerdere aandelen, wist hij nog niet dat hij benoemd zou worden of een grote rol zou krijgen, zo niet de belangrijkste rol binnen Ajax. Een week voor zijn voorgenomen benoeming weet je dat wel. Dan ziet er alles naar uit dat dat ook gaat gebeuren. En dat is het probleem. Dat is hetgeen waar men over struikelt op dit moment. Want het is gewoon een strafbaar feit. Als je handelt met voorkennis, dan volgt er een straf. Een strafrechtelijke vervolging kan volgen. En dat gaat dan met een hechtenis, kan het zelfs zijn. Maar ook bijvoorbeeld een grote boete of een taakstraf. Ja, wat dat gaat worden, dat moet allemaal nog blijken. Maar het is in ieder geval strafbaar. Ja, dat is dus inderdaad, dat moet allemaal nog onderzocht worden of dit inderdaad allemaal juridisch strafbaar is. Maar het is dus wel al iets wat ook bij die Raad van Commissarissen bekend was, toch Kai? Nou ja, volgens Alex Kroes, die heeft in een bericht op LinkedIn, een heel lang bericht, heeft hij in ieder geval gezegd dat hij het in augustus heeft aangegeven. Nou ja, dus op 2 augustus is die die voorgenomen benoeming, vond dat plaats. Dus de vraag is, dat is denk ik dan daarna geweest, vul ik dan in. Of het zou 1 augustus moeten zijn dat hij dat gemeld heeft, maar ja. Dat lijkt er in ieder geval niet op. Dus wat dat betreft is het in ieder geval volgens Kroes sindsdien bekend. En het gekke van het verhaal nu is dat het nu lijkt alsof de RVC het eigenlijk min of meer pas net weet. En dat er ook nog eens in het bericht van Kroes staat dat ze het eerst als, hoe kwalificeerde je dit, ongelukkig hadden bestempeld. Ja, dus de RVC zou dus volgens Kroes eerst gezegd hebben, oké, dat je die aandelen net voor je benoeming hebt is ongelukkig. Gekocht. Is ongelukkig inderdaad. En dan nu zijn inmiddels, 6 maanden verder... zeggen ze eigenlijk, oké, ja. Je bent echt zwaar over de schreef gegaan. Ja, en ze hebben dus juridisch advies ingewonnen. En daardoor is ook nog heel erg belangrijk. Ze hebben het besluit nog niet genomen, dus hij is nu geschorst. En ze gaan nu denk ik nog verder kijken. Ja. Wel met het idee van, we gaan hem ontslaan. Ja, uiteindelijk weet je ook gewoon, om even in te vallen. Je weet, oké, dit is nu aangekondigd, er is geen weg meer terug. Hè? Die werkrelatie is nu zo verstoord. Kroes gaat geen algemeen directeur meer worden van Ajax. Dat is gewoon klaar natuurlijk. Uiteindelijk is er nu, dit is een doodlopende. Nee, er is eigenlijk geen weg meer terug naar het aangekondigd is. Even los van inderdaad, het is het juridisch hard te maken wat hij heeft gedaan. Mm-hmm. Is dat, Interessant vind ik zelf dan ook nog een klein zijstapje. Is dat het is best wel gebruikelijk voor een CEO of in ieder geval voor mensen met een belangrijke functie binnen een bedrijf om aandelen te hebben van datzelfde bedrijf. En omdat het natuurlijk een voetbalclub is, is het wat gekker. En daarbij vraag ik me dan wel af van, wanneer is het dan wel normaal wanneer je aandelen koopt? Nou, waarschijnlijk dan niet een week voordat je benoemd gaat worden. Ik denk dat het dan daarin zit. Dan heb je voorkennis. Moet dat dan inderdaad daarna of moet dat heel verder voor? Of wanneer kan dat wel? Dus dat zijn denk ik nog wel vragen die belangrijk zijn. En volgens mij is het ook heel belangrijk om het te melden bij de AFM. Eigenlijk de financiële markten. En dat is misschien dan ook niet gebeurd. Zover dat weten we allemaal nog niet. Nee, en om wat voor bedrag gaat het als je het hebt over dat laatste pakket wat hij heeft gekocht aan aandelen? Dat zijn dus inderdaad 17.000 aandelen. Ja, dat komt neer op een investering van 191.000 euro.
Dat is nu trouwens 170.000 euro waard. Dus okay. Wat dat betreft... Ja. En dat doet er ook niet toe, hè? Het maakt niet uit of je wint of verliest. Inderdaad, maar. Of je vervolgt... Ja, uiteindelijk is het gewoon... dat handelen in voorkennis. Als je verliest, dan verlies je eigenlijk dubbel. Dus nu moet hij misschien voor de rechter verschijnen. En dan is hij 20.000 euro kwijt. Ook goed om te vermelden is dat hij dus al... In totaal heeft hij dus 42.500 aandelen. En dat is op dit moment... met een waarde van 10,30 per aandeel... is dat ongeveer 430.000 euro waard. Dus hij zit voor 430.000 euro zit hij in de club Ajax. Ja. Uiteindelijk vond ik het ook nog wel... mag ik heel even terug te komen op wat jij zei. Kroes die zegt dus zelf dat hij een positief signaal wilde afgeven... Hè, ja. Om vertrouwen in de club uit te stralen en naar de aandeelhouders. Dus hij zegt zelf van... ik geloof erin dat je vertrouwen uitstraalt naar je aandeelhouders en stakeholders... als je zelf aandelen koopt en daarmee ook zelf financieel risico loopt... Hij kent dus blijkbaar de regels niet helemaal. Nee, ja. Dat is ook wat hij zelf ook nog eens aangaf. Van, dat hij nog niet helemaal op de hoogte was. En dat is natuurlijk los van wat je van de hele situatie vindt. Dat is natuurlijk niet handig voor een algemeen directeur van Ajax. Dat je dan daar niet helemaal op de hoogte van bent. Ik bedoel, bel iemand op die dat weet. En laat je scholen lopen. Er zitten gewoon heel veel kanten aan. Je kunt het dom noemen of naïef. Maar kijk, als hij het bewust doet, dan is het ook best wel doortrapt. En... Hij noemt natuurlijk, Mislintat heeft hij een charlatan genoemd en een meesteroplichter. Ja, dit schuurt daar toch ook wel een beetje tegenaan. Dit is wel heel ironisch. En het gaat om met name om een moment waarop ga je dit kenbaar maken bij de Raad van Commissarissen. Wanneer in dit traject waren zij ervan op de hoogte? En hoe we nu eigenlijk het persbericht lezen, was dat hij de Raad van Commissarissen in augustus heeft geïnformeerd. En toen was hij dus inderdaad al voorgedragen als algemeen directeur. En dat is toch ook wat in dit verhaal vreemd. Dat je denkt, je bent al een hele tijd in onderhandeling. Waarom vertel je dat niet in een eerder stadium? Los van of dat dan de beslissing anders had gemaakt. En tegelijkertijd denk je ook weer, wat is dan de rol van de RVC erin? Want het is natuurlijk, kijk, er wordt nu met de beschuldigende vinger naar Kroes gewezen en waarschijnlijk terecht. Maar ik denk dat er ook een hele grote vinger moet naar de RVC van Ajax. Want die zijn en dan denk ik zeker de mensen die er al wat langer zitten. Want Van Praag is bijvoorbeeld weer wat later gekomen. En de vraag is dan, is hem dat verteld? En is misschien Van Praag nu degene die erachter is gekomen? Waardoor het nu ineens dat is gaan spelen. Terwijl eerder bijvoorbeeld mensen die er eerder zaten, Leo van Wijk... Die misschien dachten van, dat gebeurt inderdaad vaker in het bedrijfsleven. Niet echt het moment in oogschouw genomen, we laten het zo. En Alex Kroes geeft ook aan van, ik ben officieel benoemd op 27 december 2023. Ik ben in dienst getreden. Mijn eerste werkdag was 15 maart 2024. Er was nog genoeg tijd om hier ook het gesprek over aan te gaan. En Alex is nooit bij mij gekomen. En dat is ook een goed punt. Vorige week heeft de Raad van Commissarissen vragen gekregen uit de media. Die hebben die vragen beantwoord. En dat was voor hen de aanleiding om daar dieper op die zaak in te gaan. En toen zijn ze hier eigenlijk achtergekomen. Dat is hoe we het lezen vanuit Ajax. Dan klopt dit verhaal toch niet. Je valt er van de ene en de andere verbazing. Elke keer als je denkt dat Ajax niet dieper kan zakken, dan zakken ze nog een stuk dieper. Het is gewoon een enorme puinhoop, want uiteindelijk is het inderdaad niet overgedragen, blijkbaar, door de RVC op de nieuwe RVC. Terwijl er inderdaad nog Schliek, Van Wijk en Mosman, dat zijn nog de oude RVC-leden, die hebben het dan toch weer zitten slapen, blijkbaar. Jan van Hals is er ook bij betrokken. Die is bij het hele traject aanwezig geweest. Suzanne Lenderink als financieel directeur zit er ook bij. Ja, dan zijn zij toch ook voor een heel groot deel verantwoordelijk voor deze shitstorm, zeg maar. Dat is heel bijzonder. We hebben net al even een deel uit de reactie van Alex Kroes benoemd. Maar nog even voor de volledigheid nog even een aantal citaten uit zijn persbericht. Wat hij eigenlijk op LinkedIn heeft aangekondigd vlak nadat het bericht van Ajax kwam. Hij geeft aan, na 26 juli 2023 en ter voorkoming van misverstanden, sinds ik toegang heb tot enige vertrouwelijke informatie, heb ik geen aandelen Ajax meer gekocht of verkocht. Hoewel het niet onmogelijk is dat ik op langere termijn met deze aandelen geld zou kunnen verdienen, is dat zeker tot op heden niet het geval geweest. Het lijkt ons nog steeds veel verstandiger en in het belang van Ajax om gezamenlijk de kwestie in alle transparantie voor te leggen in de AFM. De AFM kan dan onafhankelijk oordelen of ik al dan niet in strijd met de wet heb gehandeld en de zwaard hiervan. Vanaf mijn 9e ben ik Ajaxiet. Ik ben altijd betrokken geweest bij de club als speler en als lid. In mijn hart en later ook via deze aandelen. Aandelen die ik kocht uit betrokkenheid bij de club en uit vertrouwen in de club. Niet om er snel geld mee te verdienen, maar als positief signaal naar alle stakeholders. Nou, dan sluit hij af en zegt hij, ik heb de afgelopen periode steeds gezegd dat ik wil dat alle aandacht uitgaat naar Ajax, niet naar Alex. Maar mijn moreel kompas zegt dat ik mij niet zomaar deze beslissing van de RVC kan neerleggen. Ik zal nu zelfstandig naar de AFM stappen om mijn kwestie voor te leggen om tot een onafhankelijk oordeel te komen. Ja,
Ja, hoe kijken jullie naar de... Mooi voorgelezen, dat ten eerste. Maar ten tweede, uiteindelijk komt ook wel naar voren dat hij wilde hier, zegt hij zelf, en ik geloof dat eigenlijk best wel, hij wilde hier niet rijk van worden, maar een signaal afgeven naar de aandeelhouders en de stakeholders om te laten zien, hey, ik geloof in Ajax en wat wij gaan doen. Maar dat neemt niet weg dat dit gewoon heel, ja, best wel onhandig is, om het mild uit te drukken. Want uiteindelijk is een overtreding is toch een overtreding. Dit mag niet volgens de wet. Ik vraag me dan echt af of hij op dat moment het geen seconde door zijn hoofd is geschoten om te denken, moet ik dit nou wel of niet doen? Zou ik dit wel of niet direct dan melden als ik het wel doe? En dat verbaast me gewoon heel erg, omdat het zo'n intelligente man is, helemaal self-made met bedrijf, zeg, et cetera. Iedereen is ook eigenlijk positief over hem. Het was de ideale directeur, zeker met dat Ajax-verleden erbij. Altijd lid geweest. Iedereen gelooft ook volgens mij echt wel dat hij dit niet is om hem even snel geld te verdienen, inderdaad. Hij heeft een kapitaal van 14 miljoen, volgens quote. Ja. Dus hij heeft het inderdaad ook niet per se voor het geld te doen. Dus ja, het is echt... Dan zijn dit soort bedragen ook peanuts eigenlijk, wat dat betreft. Maar hij gaat dus deze kwestie nu voorleggen bij de autoriteit Financiële Markten. Maar eigenlijk, als ik jullie ook zo hoor, is dat kansloos? En is deze... Nee, dat niet zozeer? Dat niet. Nee, dat zeg ik niet. Omdat wij, nogmaals, wij zijn geen juridische experts. Nee. Meer de verstandhouding, in ieder geval binnen Ajax. Ik denk meer dat daar Ruben en ik, sluit ik me bij aan, ook op doelen. Dat los van het... Als je natuurlijk gewoon met elkaar goed wil samenwerken en je krijgt al dit soort dingen, dit soort geschillen, dan is dat natuurlijk voor de relatie... Ja, het is niet zomaar geschil. Dus, nee. Dit is al in de buitenwereld. Dit is niet eens intern meer. Het leed is al geschied. Ja, jongens, en wat ik eigenlijk al in de intro zei, een volgende bom is dus gebarsten in Amsterdam. Hoe wordt er nu eigenlijk ook gereageerd, überhaupt op onze website, in de commentsectie, hoe wordt er gereageerd in het buitenland? Wat zijn nu de reacties? Ja, verbazing. En je ziet aan de ene kant zie je mensen die zich achter Kroes scharen, die dat misschien onhandig vinden, maar zeggen van ja, dat kan gebeuren. Dit is wel de juiste man op de juiste plek, wat natuurlijk wel voor een deel zo is. En aan de andere kant worden de pijlen dus ook wel weer gericht op de RVC, die dus nachtlatig schijnt te zijn geweest. Ja, het is heel moeilijk om voor ons om daar een oordeel over te vellen. Ja. Want je weet niet precies wat erachter schuilt. Het doet me ook een beetje denken aan... ik vond het vroeger altijd heel raar dat je als voetballer niet op je eigen wedstrijd mocht gokken, als ik zelf zou spelen en op mijn eigen overwinning, zeg maar. En het is eigenlijk, als je twijfelt, zou je beter kunnen denken, blijf gewoon weg van alles waarbij je eventueel een bepaalde invloed op hebt, ook al is dit positief. En ik denk, dat schoot me eigenlijk een beetje te binnen toen ik dit las van, waarom, weet je wel, uiteindelijk wat heb je er voor winst, wat heb je eraan? Want uiteindelijk gokt hij op een positieve uitkomst voor Ajax, dus het zou Ajax moeten helpen. Precies, precies. Dat is wat jij zegt, ja. Het deed me ook een beetje denken aan het Overmars verhaal natuurlijk, nu 2 jaar geleden, toen de RVC ook... Ja, opeens met die bom naar buiten kwam. Toen hebben ze achteraf bleek dat ze wel redelijk snel hebben gehandeld. Ja. Omdat niet iedereen binnen de club daar ook mee eens was. Los van het feit natuurlijk, de dingen die Overmars heeft gedaan, daar hebben we het dan even niet over. Maar op dat moment het handelen van de RVC, dat is nu wel een beetje vergelijkbaar. Want nu is het ook best wel snel gegaan allemaal. Toen sloeg de paniek eigenlijk ook compleet toe. En dat is nu duidelijk weer het geval. Alleen jij... Het gaat later blijken of ze terecht deze beslissingen hebben genomen. Ja, jij maakt de vergelijking met Overmars. Die is natuurlijk na onderzoek uiteindelijk een jaar lang is hier geschorst. Ja. Hangt ook zo'n straf dan voor Alex Kroes los van inderdaad dan nu dat hij de samenwerking definitief het al beëindigd wordt bij Ajax? Hangt zo'nzelfde straf hem ook boven het hoofd, denk je? Ja, bij Overmars is het echt een voetbalstraf. Dat is bij Kroes kan dat niet. Dat is echt een strafrechtelijk onderzoek wordt er naar hem gedaan. Dus dat zal dan voor de rechter moeten verschijnen. Ik heb even in dat dossier gedoken. De uiteindelijke straf kan bestaan uit een hechtenis, een geldboete en een taakstraf. Of een taakstraf. Hangt van de ernst van de zaak af welke straf van toepassing is. En hechtenis is volgens mij maximaal 6 maanden. Klopt, ja. Ik denk niet dat zo vaak zal. Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen, hoor. Nee, maar goed. En jongens, het ging er net natuurlijk ook even over de Raad van Commissarissen. Zijn zij dan nu ook de mensen die orde moeten scheppen in deze chaos en tijdelijk de taken moeten overnemen? Ze laten zien dat dat niet zo'n goed idee is inmiddels. Er zitten wel wat nieuwe namen. Michael van Praag natuurlijk als voorzitter van de RVC. Ja, die is uiteindelijk heeft hij ook een voortrekkersrol in dit statement gehad. Met
best wel stevige teksten ook. Onaangenaam verrast, zegt hij onder meer. Ik weet niet, je hebt me voor je, Kai. Misschien kunnen we er nog even bij pakken. Ja, we zijn zeer onaangenaam verrast dat dit Ajax nu overkomt. Want dit is zeer slecht voor de club en voor iedereen die de club een warm hart toedraagt. Het handelen van Ajax Kroes is niet verenigbaar met waar we voor Ajax voor staan. Het moment waarop hij de aandelen kocht, maakt dat te handelen met voorwetenschap. Een dergelijke wetsovertreding kan een beursgenoteerde onderneming niet tolereren. Zeker niet als het de CEO betreft. Na zorgvuldig beraadslaging is de RVC dus nu tot de conclusie gekomen dat de positie van Alex als directielid van Ajax niet houdbaar is. Nou, dat zijn wel stevige teksten. Precies. Dus Van Praag, ja, uiteindelijk wordt hij nu ook een beetje misschien wel genoemd als tijdelijke algemeen directeur, tijdelijke opvolger. Ja. Maar ja, daar komen we voor de langere termijn komen we straks op terug. Nog heel veel nu op de korte termijn. Je hebt er natuurlijk ook het voetbalinhoudelijke. Hij heeft aangegeven van de komende transferzomer neem ik voor mijn rekening in combinatie met onder andere Marijn Beuker en Kelvin de Lang. Nou, dan zijn dat dus nu de aangewezen personen die waarschijnlijk dan nu de transferzomer voor hun rekening gaan nemen, toch? Ja, ze zijn terug bij af. Alleen met Beuker erbij op de transfermarkt. Ja. Kelvin de Lang heeft op zich wel laten zien dat hij wel goede keuzes kan maken. Maar ja, dit gaat de komende maanden, jaren gaat het weer zijn weerslag hebben op Ajax. En, ja, want het was natuurlijk, er is eindelijk weer iemand die beslissingen kan maken. Zo werd het ook genoemd toen hij in dienst trad een aantal weken geleden. De lage drie hoofdpijndossiers natuurlijk ook op zijn bordje. Ja. Allereerst, er moet kwaliteit weer op het veld komen. Er moet een directeur transfers worden aangesteld. En hij was natuurlijk bezig met een hoofdtrainer voor volgend seizoen. Ja. Nou, voor de twee laatste functies voor directeur transfers werd bijvoorbeeld al Christopher Vivel genoemd. Ja. Bij trainers ook natuurlijk veel namen. Wij hebben het hier ook over gehad. Pepijn Leijnders, Frank de Boer, Pascal Jansen. Nou, we gaan ervan uit. Daar zijn ook wel echt al gesprekken over gevoerd. Wat moet je daar nu mee dan? Dat was ook allemaal natuurlijk uit de koker van Alex Kroes. Hoe zien jullie dat voor je? Ja, je moet wel een trainer aan gaan stellen. En normaal gesproken is dit niet de volgorde die je wil. Maar ik denk niet dat Ajax op dit moment meteen een vervanger voor Alex Kroes, zeker omdat hij nog niet ontslagen is, aan kan stellen. Maar een trainer, Ajax heeft volgend seizoen gewoon een trainer nodig. Dus ik zou inderdaad de mensen die we net noemden met Kelvin de Lang gaan laten bepalen wie de trainer van Ajax moet worden. Ja. Ja, uiteindelijk was het ook nog niet heel duidelijk waar Kroes echt voor ging. Hè? Dus de Leijnders en zo, die werden allemaal wel genoemd. Maar het was geen duidelijke naam die al aan Kroes werd gehangen. Was nog vrij open, denk ik. Dat was bij de TD was het natuurlijk wel anders met die Christopher Vivel. Daar zou Kroes echt zijn zegen aan hebben gegeven en echt al heel veel gesprekken mee hebben gevoerd. Ja, zijn komst lijkt mij ook van de baan nu. Ja. Want ja, uiteindelijk hangt dat zo met elkaar samen. Dat gaat niet. Nee, nou ja, dus hebben we inderdaad op technisch gebied gaan Marijn Beuker en Kelvin de Lange doen. Tijdelijk gaat Michael van Praag het overnemen. Het stuk rondom het algemeen directeurschap. Hoe kijk je dan naar de langere termijn? Wat voor namen? Ja, zo werkt het ook wel weer. We hebben natuurlijk voor de periode van Alex Kroes als opvolger van Edwin van der Sar heel veel namen genoemd. En nu pakken we weer dat lijstje erbij om te kijken wat zijn opvolgers voor Alex Kroes. Ja, Jan van Hals natuurlijk, hè. Die heeft uitgebreid bewezen dat hij het aan kan. Nee, dat gaat niet lukken. Cynisme. Uiteindelijk is de laatste die echt bewezen heeft dat hij het aan kan voor Van der Sar is Michael Kinsberger. Die heeft Van der Sar ingewerkt destijds. Ja, misschien moeten ze hem even een belletje doen. Want ja, uiteindelijk heeft hij wel bewezen dat hij Ajax in ieder geval een rustig vaarwater kan krijgen. Ja, dat is misschien een naam die ze zouden kunnen polsen. Ja, heel wat ervaring natuurlijk volgens mij voor het laatst ook een functie bij AZ gehad in de directie. Klopt, ja. En zijn er verder namen, jongens, waarvan jullie denken van dit zijn geschikte opvolgers? Of Robert Eenhoorn, hè? Robert Eenhoorn. De Feyenoord in hart en nieren, helemaal niet met heel wat ervaring bij AZ. Die gaat het niet doen. Nee, ik ja. Arno van Meulen. die zou het zelf wel perfect kunnen, denk ik. Ja. Maar ja, misschien een beetje out of the box. Marijn Zeeman, misschien van Jumbo-Visma. De ploegleider daar. Maar ook niet eens ploegleider meer, maar ook gewoon een CEO daar. Dat is ook iemand die al heel vaak bij Ajax in de keuken heeft gekeken. Die zouden ze misschien nog ook een belletje kunnen doen. Want zouden nu wel altijd zien om zo snel mogelijk nu weer een algemeen directeur aan te stellen om orde te scheppen in die chaos of dat ook even links laten liggen en zo echt gewoon even, we gaan het nu tijdelijk doen met Michael van Praag en op technisch gebied Marijn Beuker en Kelvin de Lang en rust in die tent. Want dat is toch ook waar Ajax gewoon nu echt bij gebaat is. Nou ja, ik vind het een te zwaar dossier om zomaar even te denken, oh shit, we moeten nu die of die of die hebben. Tegelijkertijd, het heeft vorige keer veel te lang natuurlijk stilgelegen, nadat zeker ook met Mark Overmars wegging. Alleen, je kan ook niet te lang wachten met een trainer. Dat is meer mijn probleem. Dus als je nu heel veel tijd over laat gaan om weer een directeur aan te stellen,
dan lukt dat gewoon niet. Dus je moet denk ik dan maar Van Praag en Kelvin de Lang in samenwerking met Danny Blind, die er ook nog bij zit, en Louis van Gaal, die nog steeds een soort onofficiële adviseursrol heeft. Ja, moeten zij echt in staat zijn om een goede trainer aan te stellen? En dan moet uiteindelijk die algemeen directeur technisch directeur, je moet zich committeren aan de trainer die wordt aangesteld. Ook al is het niet de perfecte volgorde, denk ik dat het nu wel de juiste volgorde is. Ja, ik zou ook te denken aan Menno Gele. Die wilde natuurlijk niet... huidige commercieel directeur. Precies, die wilde Van der Sar niet overnemen. Maar ja, misschien denkt hij er nu anders over. Ja. Met een organisatie die toch wel iets steviger op zijn poten staat dan toen hij werd gevraagd. En misschien was hij te kritisch voor zichzelf. Van, ik ben er nog niet klaar voor. En als je ziet wat voor puinzooi het constant is, zou hij misschien nu ook kunnen denken, nou, ik kan dit beter dan wat ik allemaal gezien heb. Met mijn ijshart ga ik dit toch proberen. Dankjewel jongens. Interessant om dit allemaal in de gaten te houden. Nog laatste toevoegingen vanuit jullie over dit hele nieuws. Of ga jij weer snel de redactie op, Ruben, om de laatste ontwikkelingen te tikken? Dat sowieso. Maar ik denk dat het ook wel feest is op de burelen van PSV en Feyenoord. Ja. Die weten dat ze in ieder geval de komende 3 jaar geen last hebben van Ajax op deze manier. Garantie voor Champions League voetbal met plek 1 en 2, denk ik daar toch? Ja. Nou ja, dan is dat een mooi om mee af te sluiten. Hou vooral onze website in de gaten voor het allerlaatste nieuws. Geef op YouTube even een blauw duimpje omhoog. En waardeer je op Spotify Dan Deal de podcast met 5 sterren. En bedankt voor het luisteren en kijken. En tot de volgende keer. Here we go. Xavi Simons. En hij valt er nog in. Jiménez dan toch. Gravenberg met een geweldige boeien. Belly go. Belly go. Niet Eduardo no op je feest, maar kom op geen enkel feest. Nee, even normaal doen. Is het done deal?